Nee, het mooiste wat is, werken. Dus ik ben van 8 uur tot 8 uur ben ik hier bezig. Ja, ik ben blij dat het morgen is, maar ik ben gek op werk. En dus Timmer Jan. Hokken. Konijnenhokken, hondenhokken, vogelhokken. En sinds een jaar of 8 ook kersthokken. Of, kerststallen natuurlijk. Er kwam een mens eigenlijk hier, een vrouw eigenlijk zien, kwam hier met grote belen. Van die belen 50 centimeter hoog. En zei, kun je daar een krib van maken? En dat heb ik zo gemaakt. En toen later kwamen er meer mensen en zeiden, oh, kun je maar zo'n krib van maken? Dus dan kom ik geleden, mond naar mond, wordt er hier, die maakt nog kerstkrim. Dus ik ben in de maand december, maak ik kerstkrim. Het geheim van de kerststal is het model te maken. Om zoiets te maken, zoiets te maken van een oud schuurtje, een oude plank, zo je kunt alles gebruiken. En boomschors erop, rietdak erop. Je hoeft geen nieuw te hebben. Oude planken, restafval, kunt maken eigenlijk. Hè. Dus materiaal kost eigenlijk niks, is toch anders schiet de kachel in. Ja, kijk, van oude rolgeneentjes kun je nog iets moois maken nog. Van dit, daar plak je het op, het is heel makkelijk. Zo heb je alle afval weer gebruiken. Ave Maria. Jan timmert zo'n 20 kerststallen per jaar en spendeert heel wat uurtjes in zijn schuurtje. Zijn vrouw vindt het geen enkel probleem. En de reden is simpel. Nou, mijn vrouw die is hetzelfde als ik ook al eigenlijk. Dus die werkt ook graag. En die is ook blij dat ik weg ben, hier ik bezig ben, hier in de kamer zit. Dus ik heb Maria erin en kindje Jezus zit erin. En Joris zit erbij. En de rest is er dadelijk bij. Nou, mosterdbeen is ook klaar. Dan kan hij weg. Nou, kerst is ten eerste al de gezelligheid, de sfeer. Kerstboom, kerstverlichting. Ja, ik hou van gezelligheid. Veel mensen hou ik van. Grote familie heb ik ook zelf. Dus dat is het. Samen. Dat is heel fijn. Jan was vroeger kruidenier. Na zijn pensioen moest hij niet alleen zijn werk missen, maar ook de aanspraak van zijn klanten. En daarom staat hij af en toe met zijn stallen op een kerstmarkt. Ja, op de markt zie je al die mensen weer lopen. Dus dan zie je altijd in de ene keer, oh, Jan ook hier. En vroeger kruidenier en nu timmerman geworden eigenlijk, hè. Ik was nummer 3 van de groep. Ik moest kruidenier worden. Verder was het niet meer. En nu heb ik toch nog de wens van vroeger toch nog weer kruidenier begonnen. Ja, ik ben nu Jan de Timmerman. Zal ik zo blijven nog tot ik voet ga, ben ik Jan de Timmerman.